denk dat ik midden 20 was. En ik was in Haarlem op het plein. En er werd zo ontzettend mooi bijad gespeeld. Dat ik dacht van, is toch wel erg interessant. Ik moet er toch eens aan gaan denken. Wat je hier nog heel mooi kunt zien van dichtbij, is dat wanneer een bijendier speelt, speelt hij altijd met de klepel die binnen in de klok hangt. Hier zie je dan toevallig hele grote hangen. Die hangt heel dicht bij de wand. En als je een kleine beweging maakt, dit hier dus met de voeten omdat dit een basklok is. Dat was even zacht. Wanneer ik hem harder zou doen, dan klinkt hij luider. Het is makkelijker met de voeten hoor, dan nu even met de handen. Ik zal het proberen. Merk je al dat een grote basklok, die klinkt laag. En hij klinkt heel lang door. Dat is natuurlijk hoe groter de klok, hoe lager en hoe langer die klinkt. Hier kun je goed zien, ik stoot bijna mijn hoofd al aan, dat hier aan de buitenkant een hamer zit. Nou, deze hamer die wordt gebruikt voor het automatisch spel, voor alle melodietjes die je ieder kwartier hoort in de stad. Hier hebben we een hele moderne computer. Die kan ik programmeren vanaf huis. Ik kan melodieën veranderen en daar heel erg in variëren. Buiten niet te zien is, dat zijn de basklokken, de grootste. Dat zijn deze, dus de C. Die hangt beneden. Beneden. Ook beneden. Ook nog beneden. En die is boven. Door de temperatuurverschillen kan een klepel die bij de wand hing, die kan er net iets te dicht bij zitten. De toon die valt dood. Kijk, hier heb ik er een die staat te ver af. Als je hier heel zacht voor spelen, dan komt er niks. Dus die moet ik wat bijstellen. De bijendier zit eigenlijk tussen de klokken. De kleinere klokken en de minder grote klokken hangen allemaal boven. Door het dak van de toren zit er een tuimelaar. En die tuimelaar die zorgt ervoor dat de verticale beweging wordt omgezet in een horizontale. Een bijendier die brengt met een toets de klepel in beweging in een klok die stilhoudt. Het verschil dat een luidklok, de klok gaat heen en weer. Een klok, het heeft altijd een functie. Een angelus klokje wat oproept tot gebed. Bijvoorbeeld het poortersklokje wat hier in Zutphen nu hangt. Het is dus eigenlijk een klok die ik aangeeft op een bepaalde tijd. Nu kun je de stad uit of de stad in de poorten gaan openen. En de bijen die speelt met de klepel, dus het kan zachter, harder, dat noemen we dynamiek. Daaraan kun je ook herkennen of de automaat speelt. Het is allemaal even hard, de hamer valt op de klok. En de bijen die speelt echt met de klepel die binnen in de klok hangt. Dus het kan zachter, harder, maar dat zijn.